Iedereen is met zijn eigen eigen, zeg maar zeggen. Ja. En je eigen hassers, die maak je daar een werkelijkheid van. Ja. Maar die ben bij iedereen oors. LDODK wil het korfbal professionaliseren. En Flien Wieke Jern wil dat de spelers mentaal nog wel een slag maatje kennen. Mario De Haan neemt ze dan ik mooi naar de turnhal op het Jereveen. Dat ze wel vaker te vinden is van een stuk eco-coaching. Ze is maar fysiek en mentaal sterker worden. Er hing het wat in de loft bij LDODK. Het werd alsmaar drokker bij de korfbalwedstrijden op Kediek. De sportieve ambities binnen Gruts willen de beste van het land worden. De nijbouw zit op het punt van begin. En deze teamsport van Malje en Fraalje groeit. Hoe kan dat? Ik volg je dat al hier van binnenuit. Wiel ze in de turnhal drok in de gong binnen, hadden de businessclubleden een event met als spreker de best trainde militair van Nederland. Wat is zijn boodschap voor de topsport? De training van Joert werd jong door Martijn Leonard. Hij was voetballer bij Feyenoord, ADO Den Haag, trainer, coach. De coach van de toekomst, die kent zichzelf heel goed en die kent de speler heel goed. Kan zich daarin verplaatsen en heeft heel veel verstand van het sportspecifieke, want korfbal of voetbal, welke sport ook, maar ook verstand van de persoon en weet dat samen te voegen. En is nou onder oren docent bij de Action Types Academy. Een heel kwatsein gaat het oer, wat is die varkenskant bij het oernemen van de bal? Het begint bij die bewustwording, wat is je voorkeurswaarneming? Mario De Haan probeert deze theorie, die het vooral gaat over voetballers, te vertalen naar de korfballer. Dat zijn de horizontale, die hebben het liefst niks achter hun. En de verticale, mooi om bij nieuwe dingen te proberen. En te zien van wat doet dat met korfballers, wat kennen wij ermee, hebben we daar eens winst bij. En dat vind ik echt heel leuk om daarmee aan de slag te gaan, om vernieuwingen in het korfbal te brengen. Was juist is dat er natuurlijk met LDODK in de top aanzitten, maar nog steeds net top binnen. Ja, als het naar top was, dan ben je vernieuwingen wel nodig. Naar de theorie komt de A-selectie en wordt de theorie in praktijk gebracht. Martijn test of een speler een verticale of een horizontale varkar had. Foppe De Haan is de hele dag mooi en sjucht mooi zijn dochter Mario bij deze training. Ik vind het hartstikke interessant. Ik vind het leuk. Hè? Maar ik vind het eigenlijk van. Ja, dat er een hele hoop dingen tekeer binnen. Wat je soms dan niet weet van haar. En dat je er dan achter komt en denkt: ja, verrek ik dat met jij er weten. Ja? Ja, dat vind ik wel. Ja, want je, als je dingen van dat maar oors. Dan vierst vaak uit van jezelf. Ja. Van ik moet graag dat het zag hier. Ja. En ik denk dat dat het beste is. Ja. Maar die jongen of het famke die het ondergeen had, zou het misschien wel volle beter op een andere manier doen kennen, maar dat past beter. Iedereen shirt met zijn eigen eigen, zeg maar zeggen. Ja. En je eigen hassers, die maak je daar een werkelijkheid van. Ja. Maar die ben bij iedereen oors. De Haan is in zijn tijd bij SC Jereveen begonnen om voetballers mooi naar deze turnhal te nemen. Voor datzelfde eco-coaching. En korfbal, dat het de toekomst. Ik had er wel eens een verhaal over. Van les moest ik bij Mid-Friesland vertellen. Ik zei: jij maar de sport van de toekomst. Nou, maar waarom dan? Ik zei: nou, jongens en vrouwen, stagelijk. En in het verleden je zag dat de jongens heel dominant vinden. Hè, die stonden in de punt. Je had dat. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk de vrouwen je bepalen als winst of verlies. De jongens meisjes de 24 en de famkes 5. En als die famkes nou beginnen het 10 te maken of 15 te maken, dan is de meeste kans als winst. Dus de toekomst is bij de vrouwen. Ja. Nou, vind ik leuk om te jagen. Ja, oké. Okay. En wat jekkert dit nou ta? Hoe word je hem hier beter van? Ja, dit zijn hele lietse dingetjes uiteindelijk. Maar het iepunt je eigen wel meer naar dat je soms met spelers bezig bent. Dat je ze iets probeert je aan te leren wat je juist net waar maakte. Ja, dat is verticaal. Verticaal, als je die wil onthouden? Dat je duidelijk bij de geboorte al een voorkeur mag krijgen. En aan die voorkeur kan je net tornen. Die is er en die bloter. En
Demat Wijs waar hier het Wijs voordeel van die voorkeur de Ruud Helje. Zien jullie verschil? Wat gebeurt er nu? Ik heb wel merken dat zeg maar, op de manier hoe ik naar de bal tar in, dat dat wel heel oors ik nog ken. Want ik ren nou altijd met mijn hollen eigenlijk naar de bal ta. En dan ontvang ik de bal en dan shit ik. Maar dan kan dus ik vanaf een bepaalde hoek komen. En dat maakt het krijgt iets makkelijker. Ze leert wel heel veel hoe die zelf en wat nice hoe die zelf. Want ik wist eerst, het keerde gewoon bij mij altijd maar op automatisch piloot. Maar hier leert wel van achter alles zit wel wat. Ik ben ik nieuwsgierig naar de Business Club. Wat doen die? Ik sluit aan als een netwerk-event bij De Lapen in Watten. De club telt intussen 110 leden. En het is om Sjoerd de Vries om er nog meer bij te krijgen. Sjoerd de Vries, oud-raadrijder. Hij is vregen als commercieel manager bij de club. Nou, hij wie net voor het enthousiast, vertelt er eerlijk. En toen dacht ik, ja, korfbal, is dat nou wel wat? Kijk, zoals iedereen, ja, ik ben net mee opgegroeid. Maar toen ik daar voor het eerst binnenkwam, ja, dan viel het wel, hier gebeurt wat. Ja, de twee helften wedstrijd vol spanning. En ik wie eigenlijk al naar de eerste wedstrijd, ik dacht van, ach, dit is wel echt heel erg leuk. Ja. Sinoeren willen betellen vanuit het NOC-NSF om het korfbal te professionaliseren. Als relatief boetensteender zucht hij enorme potentie voor deze sport. Nou, was just is eigenlijk dat alle sportbonden die ben bezig met mixed gender events. We dames en heren, of eigenlijk alle genders, schamen sporten. Nou, korfbal is eigenlijk al een sport waar dat is. Dus al 100 jaar, meer dan 100 jaar, heeft het zich bewezen. Het is ook een sport waar fysieke dominantie net trotslagjouwend is in de uitslag. Dus wat dat betreft stiet die sport wel eigenlijk er wel scherp op als het vanuit die blik just voor de toekomst. En wat haal je er nou aan als je sponsor binnen, vreeg ik me af. Ik vind mijn sponsoring is ik altijd moeilijk. Wat hakt hij? Wat krijgt hij van waarom? Dat is heel moeilijk tastbaar, ja. Vind ik. Maar wat halen ze dan zelf uit? Want dan wist je wel en je bent... Ja, nou, ik hoor... Je bent ook als kop gesponsord, toch? Ja. Ik ben geïnteresseerd in mensen, dus dat vind ik heel vind ik leuk. De sfeer is altijd een goed. Als we naar wedstrijden taggen. Ik ben net een prototype, een netwerker die mijn kaartjes hoger gauw begint. Ik vind het leuk om een beetje te praten. Ik jere wat er bezig houdt en waarom ze de ding doggen zoals ze doggen. Rinsma is al jaren verboen met LDODK. Ja, sinds de oprichting eigenlijk wel. Ja. Nou ja, in Gauwen is nu maart. Dus ja, als je bij je komt en lid worden van de businessclub, dan doet dat natuurlijk. Wietse zucht de businessclub vooral als een verbinder van de gediek. Waarin je informeel met me kon praten. Ik in de businessclub, ik in de dames, ik in mij. Het is gemengd. En we zitten bij Heerenveenwol en daar zit dan. Ik wil een protegeren zitten daar, een man zit erin. En wat maakt het dan van verschil, dat de vrouw die er ik bij ben, dat mengt is? Er hing het een oren energie, een oren dynamiek. Ik vind het is wat gemoedelijker. Ik ben denk ik nog niet van harde stempel wel een beetje. Die zocht, het is een familiesport. Dus je dochter dat met z'n allen. Ja. En ja, dat verhoort misschien wel een beetje. Ze willen wel wat meer. Ze hebben het ambities, hè? Ja, absoluut. Ja, en ik, dat vind ik knap. Alleen het is soms wel eens de vraag van, komen die ambities ik uit? De dag eindigt met het indrukwekkende verhaal van Sander Aerts. De best trainde militair van Nederland. Later werden we inderdaad beschoten door de Taliban en zaten we in een zwaar vuurgevecht. Hij is net meer van Defensie aan het werk, maar jouwt nou trainingen om bedreuwen en verenigings hoe mentaal sterker worden. Hoe jij ongeacht de omstandigheden, ongeacht externe druk, ongeacht de chaos waar je ook in zit, altijd dat stukje rust kunt vinden. Ik denk sowieso door de ontwikkeling in de maatschappij, door de verandering in de wereld, dat we dat heel lastig vinden om daarmee om te gaan, met die verandering. Maar als je wel echt die verbinding met jezelf herstelt, is het beter, zelf beter in je vel. Je stelt meer in verbinding met jezelf. Ja, dan kom je uiteindelijk vanzelf weer in verbinding met de anderen. En dat ben dan toch weer dingen die je opstekken als sponsor van LDODK. Maar wat kun je hier als topsporter mooi? Kun je focus behouden onder hele moeilijke omstandigheden en jezelf, zonder jezelf af te laten leiden door externe dingen of interne dingen. Dat ze zich
minder laten leiden door allerlei innerlijke overtuigingen. Door hun eigen belemmeringen, zeg maar. Dus een beetje de performance kant, maar ook de harde kant, daar kunnen ze een ontwikkeling in maken. Maar ook de zachte kant. Dus als je als topsporter ook meer ruimte maakt voor je eigen emoties, ja, zorgt het ook weer dat die prestaties beter worden. We hebben heel lang een trend gehad in de maatschappij van individualisering. En nu ontstaat echt wel weer meer dat behoefte om dingen samen te doen.